De NDP-fractie heeft gisteren tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée wederom aandacht gevraagd voor de cyanide-kwestie in het district Brokopondo. Fractieleider Rabinder Permeser wees erop dat de regering nog antwoord moet geven op de dringende vraagstukken die gepaard gaan met de cyanide-kwestie. Er zou een vergadering worden uitgeschreven om over deze kwestie te praten. Echter is dat nog steeds niet gebeurd, zegt Permeser. De mensen leven nog in onzekerheid. Los van de andere belangrijke zaken die daar aangehaald zijn, heel breed, en waarbij wij nog aan het woord zouden komen, voorzitter. Ik vind het heel jammer dat dat geen voortgang heeft kunnen plaatsvinden en dat we vandaag dat ook niet hebben, voorzitter. En, eigenlijk had ik gehoopt dat het vandaag die voortgang zou plaatsvinden. Dus ik vraag u dringende interventie en uw invloed aan te wenden, wat mij betreft, vanmiddag later of morgenochtend. Maar ik wil luisteren naar u, voorzitter. DNA-voorzitter Marinus B. zei dat hij gisteren een vergadering over dit onderwerp had willen inplannen. Echter zag hij er vanaf, omdat de president niet in het land is. En ik vind dat na 2-3 vergaderingen hierover met elkaar in discussie te hebben getreden. Ik wil dat de president aanwezig moet zijn. Ja, zodat we de zaak kunnen afhandelen, definitief in aanwezigheid van de president. En mijn planning is om het dinsdag aanstaande op agenda te zetten. Permeser vroeg ook aandacht voor de kwestie van activiste Assawini die eerder uit het land werd gezet. De parlementariër hoopte dat de president volgende week het college ook breedvoerig kan informeren hierover.